Marie Zee Aalmans is de marktmeester van de gemeente Wijk. Wat hult dat in, hè? Nou, het smorgens even alles afzetten, dat de marktlui goed erop kennen en geen andere auto's geparkeerd werden. En zorgen dat de auto's die wat geparkeerd zijn, eventueel nog weggehold kunnen worden. En dan wachten tot de lui komen en dan de lui helpen alles klaar te zetten. En dan om 9 uur ben ik meestal weer weg en dan tegen 12 uur kom ik weer terug. En dan help ik weer de mensen van de markt af te komen. Dat is maar een halve dag in de wijk. Wat doet je voor de rest van de wijk bij de gemeente Wijk? Dan ben ik de bode van de gemeente Wijk. Wat moet je daarbij doen? Dat is verschillend. Van horeca tot printwerk, tot van alles wegbrengen, auto's poetsen. Alles bijhouden eigenlijk. Manage van alles, de John Krimmer, zullen we dat zeggen. Dus. Hoeveel kramen staan op deze markt? 17. Het is klein voor zo'n grote gemeente. Ja, ze willen eigenlijk ook wel leveren tot nog het bijkum, maar het is toch erg moeilijk. Ik vind het toch wel een vak wat eigenlijk een beetje aan het afbrokkelen is. Want als hij weg is, is het zeer moeilijk voor een nieuwe weer te kunnen bij te krijgen. Zie je zo graag in soundwerkers? Af en toe. Heel af en toe zijn die inderdaad een zie. Meestal is het een vaste. Die heet dan met kussens of met slangen of met pannen. Die kumpelen ze af en toe. Maar eigenlijk is dat inderdaad het enige wat ik weet wat een soundwerker kumpt. En wat verwacht je dan in de toekomst van deze markt in Wijk? Nou, we willen proberen dat de lui natuurlijk toch blijven komen, willen komen. En we willen hem eigenlijk wel een beetje proberen bijeen te zetten, gezelliger te maken. Tot het een beetje knustergevoel toch wel de lui krijgen tot ze als ze naar de markt komen. En het ligt natuurlijk ook aan het weer, hè? Welk weer dat is. En wie van lui komen. Want Wijk, dat is uw gemeente, hè? Wijk is ons gemeente, ja. Pakketje van 5 euro. Ho, ho, hier, die daarbij. En die daarbij, meloenen daarbij, oh die daarbij, banaantjes, hoe lekker, die daarbij, hup, druiven daarbij, hup. Ik zie dat je al heel veel doos hebt, meneer. Ja, verschrikkelijk veel doos. Dat is nu met die warmte, hè. Moet je goed drinken, hè? Ja, dat zeker. Hier werk je al lang op de markt, meneer? Ja, toch al een jaar of 5. Ben ik al met aan het helpen, dus. Hobby. Gaat je overal met haar en alle tijden? Nee, alleen niet. Wie oud zit je, meneer? Wat denk je dat ze wat doen? Mag ik dat niet vragen? 57. 75 dus? Ja. Ik vind je een heerlijk compliment dat je nog zo te werken op de markt. Ja, joh. Je moet zo slecht in de achter de grenzen blijven zitten. Hè. Jong meneer. Ik zit ook niet van vroeger. Wat heb je vroeger? Wat merk je dan? Oh, heerlijk, dankjewel. Ik ben in de agrarische sector geweest. Over vee, koeien, dingen, varken en van alles. En die hebben ons ontdekend dus. Daar, en toen, ja, dus even een auto moeten vertrekken. En gewoon een hele auto. Ja. Maar je hebt hartje op de markt gevangen? Ja, ik moest geen manje hebben. Hè. Want dat was allemaal weggevallen dus. Ja, dat is niet meer te kunnen als je zo'n diep gaat vindt. Je zit er allemaal heel goed uitgekomen, meneer. Goed uitgekomen, ja. Daar moest ik zelf ook voor herzetten. Wat is het grootste medicijn? Kent je dat verklappen? Het grootste medicijn kan ik niet zeggen, Rijk. Ik heb er zoveel, jongen, thuis, dat ik niet meer weet wat het allemaal is. Nou, nee, letterlijk. Ik bedoel, gewoon geestelijk. Wie heb je dat kunnen oplossen? Ja, geestelijk heb ik toch een beetje een hulp gehad. En dan moest ik zelf ook voor herzetten. Dat is nog het. Het is toch niet anders, dus. Ik hoor dat u niet oorspronkelijk uit Borren komt. Nee, ik ben hier niet geboren. Nee, ik ben geboren in Amsterdam. En we wonen hier nu sinds 1996. Voor het werk ben ik hier naartoe gekomen. Ik werkte bij Soltens, die groothandel in boeken in Sittard. Dus vandaar dat we hier terecht zijn gekomen. En ik heb heel lang nog het gevoel gehad dat ik terug wilde naar Amsterdam, maar dat is inmiddels over. Is dat helemaal over? Wat heeft de doorslag gegeven? Normaal is misschien overdreven, maar ja, toch wel dat je zo lang weg bent nu uit die stad, dat je hem ook niet meer zo goed kent. En dan is het hier toch wel goed toeven. Wat zijn de voordelen van het landelijke gebied? Nou, in ieder geval met dit weer, dat je vrij makkelijk mooie fietsroutes kan gaan doen. Hè? Je hoeft niet door een stad heen en zo. Ja, verdere voordelen. De
de huizen zijn waar wij, dat huis waar wij wonen, dat zou ik in Amsterdam niet kunnen kopen. Het is groter en ruimer en goedkoper dus als daar. En, dat zijn de voordelen. Dat, maar ik weet het niet, het moet ook wel een beetje... Je moet het echt willen ook, hè? Want echte geboren en getogen Amsterdammers hebben er denk ik meer moeite mee als ik. Om hier terecht te komen en te blijven ook. Dus, U zegt, ik heb ook een tijdje getwijfeld of ik niet terug zou gaan. Wat zijn dingen waar u zegt, ja, dat mis ik toch wel of dat is toch anders? De stad op zich mis ik wel. En ook alle voorzieningen. Het is, we zijn wel muziekliefhebbers en zo. En we zijn toevallig dan de laatste tijd 2 keer naar concerten geweest. Maar dan zit je voor het Ziggo Dome, ja, je bent een dag kwijt. Je rijdt er naartoe en 2 uur en je moet s'avonds weer terug 2 uur. Ik heb daar vlak achter gewoond, achter de Ziggo Dome. En dan had ik eens op de fiets kunnen gaan, snap je? Dat gaat nog wel eens door je heen als je daar weer zit dan. Er is hier ook wel aanbod van allerlei culturele dingen, maar in die kant op natuurlijk veel meer als hier. En niet onbelangrijk voor een Amsterdammer, denk ik, het voetballen. Is dat ook nog een beetje om aan te zien hier in de buurt? Nou, een eerlijk antwoord. Nou kijk, ons clubje hier in Borren natuurlijk altijd, hè, de VV Borren. En voor de rest is het nee. Ook dat weer zoiets. Ik zou graag wat vaker naar Ajax gaan, maar dan zit je er ook weer 2 uur in de auto heen en 2 uur terug. En dat mis je dan wel.